De rehabilitatie van de infrastructuur rond de Van Togeruisstraat zal eerst beginnen op Nieuwe Haven. Dit liet minister Riyad Noor-Mohamed weten in een interview met onze nieuwsdienst. Het project is volgens de bewindsman al begonnen met ingenieurs die bezig zijn plannen uit te werken. Fysieke veranderingen in dit blok zullen volgens de bewindsman pas over 2 of 3 jaren te merken zijn. Binnen dit project, welke gefinancierd wordt door een lening van de Inter-American Development Bank, zullen de wegen en het ontwateringssysteem worden aangepakt. De wegen worden vernieuwd, de ontwatering wordt aangepakt. Het is een jarenlang probleem. De weg bij Surpos, dat wordt ook aangepakt, Calcutta-straat, etc. Ook de brug. Maar die fysieke dingen gaan over 2 tot 3 jaar starten, want de ontwerpen moeten gemaakt worden. En je moet natuurlijk de mensen, het verkeer, ook gaan voorbereiden. Toch, dat wordt een hele hel. Maar we beginnen eerst bij de haven. En dan gaat u, het eerste jaar gaat u nu veel zien. Maar er komt een openingssessie en er komen wat meer informatiesessies om dit alles uit te leggen. Noor-Mohamed geeft ook aan dat de Willem-Campagnestraat zodanig zal worden ingericht dat er ook rekening zal worden gehouden met de tonnage van het zwaar verkeer dat dagelijks richting Nieuwe Haven gaat. Je weet dat de containers die parkeren langs de Latschmanweg. Je ziet ze overal lang op de berm. Dus dat gaat veranderen. En daarom de wegen die gaan naar de Nieuwe Haven gaan verzwaard worden. En de containers die gaan een grote ruimte krijgen op de Nieuwe Haven. Heel modern, zoals in het buitenland, waarbij de wachttijden van uren of dagen, want dat zie je, gaat na een paar uurtjes of een paar minuten moeten gaan. Dus dat is de ontwikkeling van het project van Hogeruisstraat, gefinancierd door de IDB. En nogmaals, leningen van de IDB, die gaan normaal door, die gaan wij normaal aflossen. Daar is geen beperking in of moeilijkheid in. Minister Riyad Noor-Mohamed van Openbare Werken. We spraken hem bij het start zijn van de asfaltering van de weg naar Rikanomovo in Mungo.